Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je business of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur waarin ik alles, alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Hi Johnny, heb je een strategie met adverteren op bol en is het beter om handmatig of automatisch te adverteren? Um, yes, ik beraad wel altijd aan om uh, te beginnen met automatisch adverteren. Uh, met een automatische campagne kom je erachter hoe, op hoeveel woorden jij gevonden wordt, welke woorden het meest effectief zijn, dus waar de meeste kliks en conversies op komen. En dan kan je op basis daarvan uh, handmatige campagnes opmaken, zodat je supergericht um, die campagnes kan voeren. Aan de andere kant zou je ook uh, naast de uh, automatische campagne, als je je keyword research goed hebt gedaan, uh, voor de longtail keywords handmatige campagnes uh, campagnes opzetten, die laat je tegelijkertijd draaien, um, maar een automatische vind ik altijd prettig omdat je altijd wel tot nieuwe zoekwoorden komt die je eerder niet hebt verwerkt in je listing of waar je eerder niet aan hebt gedacht. En met die automatische campagne kan je vervolgens ook nog woorden uitsluiten. Dus als je merkt dat een bepaalde keyword dat je daardoor um, daarop vaak wordt gevonden en op wordt geklikt, maar er vinden geen conversies plaats. Nou, dan kan je dat keyword uitschakelen in de automatische campagne. En op die manier um, ben je je automatische campagne dus aan het optimaliseren. Dat raad ik voortdurend te doen. En op basis van de goede woorden maak je dan handmatige campagnes aan. Succes. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief en om je in te schrijven voor de gratis product research training van 1,5 uur. Dankjewel, tot de volgende keer.